Yo mensen, ook maar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk een vortex kanon maken. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo! Mama, heb je een emmer voor me? Ja hoor, kijk maar even in de bijkeuken. Maar ik wil hem wel graag heel terug, hè? Oké. Ik heb hier zo de emmer, maar heel terugkrijgen, dat gaat denk ik niet lukken. Eerst moet de hendel eraf, want nou, die hebben we echt niet nodig. Even een waarschuwing. Je moet hier, zoals je misschien al ziet, met nestjes werken. Dus kijk daarom uit. Gebruik je ouders als hulp om te kijken of misschien zelfs al om dit te doen. Die hendel, die hebben we niet meer nodig. Nu moet er een mooi gat onderin. Dan begin ik maar met snijden. En nog een keer. Pas op iedereen, want je moet hier echt met mesjes werken en dat is heel gevaarlijk. Bijna klaar. Zo. Die is eruit. Het gat is mooi afgewerkt. Nu hebben we een cola of een plastic fles nodig. Dit is een 1 liter fles. Hij mag groter, maar absoluut niet kleiner, want dan lukt het niet. En dan gaan we precies waar de bolling stopt, snijden. En dat dan helemaal rond. Het is de bedoeling dat je de top ook bewaart, want die hebben we ook nog nodig. En dit kan weg. Nu moeten we hier 2 gaatjes in maken. Ik doe dat met de soldeerpout. Ze moeten precies tegenover elkaar. En ik doe ze ongeveer 2 centimeter vanaf de onderkant. Ja, dat is gaatje 1. Gaatje 2. Ja, mooi. Dan doen we het nu bij de emmer. Maar daar zit ongeveer 5 centimeter. Dus hier. Wat we nu nodig hebben is een sterke, nog niet gebruikte vuilniszak. En dan pakken we de cola top fles ding met de gaatjes erin. Dan leggen we hem op een plekje dat hij veel ruimte heeft. Ik denk dat ik het hier zo'n beetje doe. En dan draaien we de dop weer op. Dan pakken we de emmer. En dan doen we de dop erin. En dan zo een beetje in het midden. En drukken we hem nog een klein stukje naar beneden. Ongeveer ja, tot de helft. Dit is goed. Dan pakken we de stift. Of een stift. En dan zetten we zo een lijntje. En dan mag die er weer uit. Dan halen we nu de plastic dop er weer af. Zo, dan zie je als het goed is wel waar de dop heeft gezeten. Dan pakken we de stift en doen we het midden ongeveer zo. Op het plekje waar de dop heeft gezeten. Pakken we de liniaal. En dan meten we ongeveer 20 centimeter. Dan kunnen we nu zo alle stipjes zetten. Oké, ik heb hier wat stipjes gezet. Dan gaan we nu de lijntjes trekken. Dat doet me trouwens denken aan die dingen van vroeger. Dat je van puntje 1 naar puntje 2 naar puntje 3 moest verbinden. Rondje gemaakt. Pakken we nu de schaar. Zo. Om het plastic sterker te maken, doe ik er ook nog een beetje dik plakband omheen. Zo. Ik heb hem aan 1 kant helemaal mooi met plastic gedaan. Dan nu nog precies knippen. Ik heb hem nog een beetje mooi bijgeknipt.
En dit stukje is af. Dus die hebben we niet meer nodig. Voor tot zometeen. En ik heb even gauw een handvat gemaakt. Die gaan we er zo op monteren. Even kijken, een beetje het midden zoeken. Dat is hier. Pakken we de boormachine, een grote vriend. En dat doen we dan ook nog bij deze kant. Ik heb hier zo de emmer met het handvat eraan. Ik heb hier twee moertjes op gedaan, speciale moertjes, die blijven haken in het hout. Die mag weg. En dan hebben we hier weer het cola ding. Ik heb hier zo een dopje gemaakt en een schroefje. Dat is voor extra grip. Dat ik als ik hem zo pak om te trekken, niet enkel dit pak, maar alles. Dus daar boren we even een gaatje in. Die doen we er nu in. En dan doen we er nu een moertje op. Dit is enkel om het zo meteen even wat makkelijker te maken met het trekken. Want anders dan heb je een heel klein oppervlak waaraan je moet trekken. Dan hebben we nu de cola fles bovenkant. En daar doen we dan door de gaatjes een elastiekje. En dan maken we zo'n knoopje. Er doorheen en aantrekken. En hetzelfde doen we met de andere kant. En deze, die komt dan hier met de elastiekjes. En als je dan trekt, boom! En dan nemen we nu het plastic en we doen de top hier zo onder. En dan draaien we hem er weer op. Zo. Zo. Die zit. En dan pakken we de emmer weer. En die komt dan hier. En dan moeten we hem nu vast gaan tapen, er omheen. Dus dan pakken we hier één stukje en een beetje tape. En die tapen we dan mooi zo vast. En dat doen we dan ook er tegenover. En het is de bedoeling dat er wel een beetje dubbel zit, want anders dan klopt er iets niet. Zorg ervoor dat hij een heel klein beetje overhangt, want dan wordt hij het mooist. En nu moet hij helemaal mooi rondom getaped worden. En zoals ik al zei, het is de bedoeling dat het een beetje dubbel komt te zitten. En als het dubbel komt te zitten, tape je het gewoon zo. Hij is klaar. Ik heb eerst allemaal kleine stukjes zo getaped. En daarna in één keer helemaal rondom. Als het goed is, is hij nu luchtdicht. Ja, want het is moeilijk om omhoog te trekken als hij hier zo staat. Dan gaan we nu de elastiekjes door de gaatjes hier zo onderin de emmer doen. Zo. Dan heb ik twee stokjes gepakt. Het elastiekje natuurlijk een beetje aantrekken. Zo. En dan doe ik daar een klein stukje tape over. En hetzelfde doe je natuurlijk met de andere kant. Pak ik weer een stokje. Als het goed is, is hij nu klaar. En zal hij het doen? Ik heb hier zo een rookmachine. Dus dit ding gaan we vullen met rook. Drie, twee, één. Wauw! Nou mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te abonneren. En doe natuurlijk het duimpje omhoog. Klik dan ook op het belletje. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is: if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.